Oké, okay. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, daar komt hij, ja? Ja. 1, 2. Knol Power! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Wij dames en heren, Knol, dit is Deetje. Wij zijn net wakker, we liggen nog lekker in bed. En weet je wie hier ook ligt? Moet je kijken hoor. 1, 2. Wie is daar? Hey, Sokje! Hallo. Lig je er ook lekker bij? Wat ga je doen? Oh. Gaat ze er meteen vandoor. Ze heeft echt de hele tijd lekker bij me gelegen. Echt super, super gezellig. Zijn de oortjes, die vind je leuk, hè? Oh, wat ben je ook een lekker ding. Jeetje, wat regent het in één keer hard, joh, buiten. Niet te geloven. Gewoon in één keer uit het niets, hè? Het is gewoon zon en dan in één keer en keiharde regen. Vandaag is ook echt zo'n dag van, wat te doen. In ieder geval even lekker wat kwark eten, samen met wat lekkere nootjes. Dat is zo'n goede mix, hè. En koop je gewoon zo'n bakje met allemaal gemixte noten. En dan koop je gewoon een bakje kwark, Franse magere kwark. Doe je dat door elkaar, is lekker, joh. Het gaat alleen maar harder regenen. Holy moly. Ik vind hem echt super goed gelukt, het bord wat we daar hebben opgehangen. Met daaronder sok en twee hartjes. En daar verderop, smell every day. Met, ja, met nog steeds de fout die Dave heeft gemaakt. Ik ben de pinnetjes kwijt, dus ik kan nog niet veranderen. Ze heeft daar in plaats van every day, heeft ze ever day. Smell every day. Lach ooit day. Dat staat er nu. Ja, dat moet ook gebeuren. Lach ooit day. Lach dan. High five. Ja, goed zo. Doet Sok de high five. High five. High five. Ja! Yeah! Moet je nou eens even kijken. Is het weer in één keer helemaal opgeklaard? Niks aan het handje, krokantje, kroketje. Nee, we gaan geen kroketje doen. Nee. We gaan iets anders halen. Hoppakee. Hier kan ik mijn maagje zeker weten wel mee vullen. Lekkere sausjes erbij ook. Alvast dit je. Oh, kijk eens hoe blij ze is. Kijk eens even naar haar gezicht, zo blij. D. Wat? We gaan achteruit rijden. Waarom? Ik wil je iets laten zien. Wat? Dit is zo awesome. Wat? Wil je het weten? Ja. Ik ga het laten zien. Let goed op. Ik herhaal, let goed op. Kijk wat we hebben voor huisdier. Oh my god! Kom, zet de auto neer. Gaan we kijken. Wil je kijken? Ik wil kijken. Oké. Okay. Mooi plekje. Oké, dan gaan we kijken. Wat staat er op het briefje? Jack en Ollie, geboren 23 maart 2015. Hoi, wij zijn Jack en Ollie, twee broertjes uit hetzelfde nest. Uiteraard houden wij, net zoals alle varkentjes, enorm veel van eten en kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar te veel is niet goed voor ons. Daarom willen we jullie vragen om ons niet te veel lekkers te geven. Een appelkroosje of een paar eikeltjes mag heus wel, maar liever geen brood of handen vol van het een of ander. Dan krijgen we buikpijn en slapen we s'avonds niet zo fijn. Fijn als jullie hier rekening mee houden, zo slapen we happy en gezond. Knorretjes, J en O, oftewel Jack en Ollie. Volgens mij heeft hij jeuk en zit hij zo op deze manier een beetje te rijden tegen die boomstam aan. Ik wil je ook wel even krabben, kom maar hier. Hey, Jack, Ollie, wie is Jack denk je? Die bruine is Jack. Ja? Ja. Die andere is Ollie? Ja. Jackie, Ollie. Ja, daar komt Ollie. Hey! Hey, Ollie. Hey! Hallo. Ik ben een beetje Donald Trump met het witte haar zo. Het is wel een grote joekel, zeg. Wow, wat is die ander aan het doen? Wat doet die ander op de achtergrond? Oké, dit is best wel eng eigenlijk. Ik denk dat Jack even zijn slaapplekje aan het opruimen is daar zo. Schatje? Ollie heeft zojuist voor jouw neus de grootste drol gelaten die ik dat doe jij ook altijd. Heb gezien in de afgelopen week. Jezus. Ja, dat is nogal wat, hè? Oeh, het stinkt ook, jongen. Wow. Nou,
Nou, Jack en Ollie. Heel veel plezier nog. Ik zal de volgende keer wat eikels voor jullie meenemen. Jullie zijn in ieder geval super tof. Niet zo spraakzaam en sociaal, maar het was wel even gezellig. Doei doei. Het is echt niet te geloven. 2 porties. En dan krijgen we dit. Oh my god, dit zijn toch nooit 2 porties? Dit is echt super veel, joh. Hoppakee. Rot op! We worden de hele dag al geterroriseerd door een of andere rotvlieg. Deze vlieg zit al 2 dagen in ons huis en die wil maar niet weggaan en die gaat elke keer op ons zitten. Prik hem, Dave, prik hem. Als een keer hier komt. Oh ja, dan eet je hem erbij op, of niet? Ja. Sookje, waar ben je? Dit is echt haar favoriete plek. Het is zo ontzettend raar dat ze hier gewoon elke keer gaat zitten. Ze gaat dan hieronder dus door, tussen dit spleetje. Zit je hier rechts? Ja, hier, daar ligt ze gewoon. Hallo Sokje. Lig je daar lekker? Ja? Oké, doei. Wat gebeurt er nou? Je laat serieus een deel van je sperm op de grond vallen? Ik heb mijn sperm te snijden en hij schiet zo een bord af, over mijn broek. Dit is voor mij iets normaals geworden hoor. Het is gewoon standaard onhandigheid van D. Laten we even lekker gaan eten. Dit is Jack. Jij hebt Ollie toch? Ik heb Ollie. Oh nee, dat mogen we niet zeggen. Eet smakelijk. Waar is het tijd voor? Haartjes verven. Oh, en wat voor kleur? Rood. Rood. Tijd voor deze rode kleur om in mijn haar te smeren. Ja. En het goes red. Vorige keer heb ik namelijk een soort van blauwachtige kleur geprobeerd. En dat heeft Dave toen bij mij gedaan. Ja. En dat ging er na een tijdje weer uit. Dat was uiteindelijk een beetje paars geworden. Ja. En wat het is met mijn haar. Ik heb namelijk wat blonde plukjes, zoals jullie zien. En al die blonde plukjes, die worden echt enorm opgevangen door de haarverf die ik erin smeer. Dus waarschijnlijk alles wat je hier ziet wat blond is, dat gaat deze rode kleur worden. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is de kleur. Hij is echt heftig. Hij is intens. Het is geen eens rood. Het is oranje. Ja, maar het ziet eruit als rood. Maar het is niet zo erg. Als ik mijn baard laat staan, dan heb ik ook oranje haargroei. Dus ik word een ginger. Ik word nu een volledige ginger. Je hebt nu een Ed Sheeran. Stinkt het? Nee, het ruikt eigenlijk niet. Ja, heftige kleur hoor. Daar zijn de handschoentjes weer. Nee, niet in mijn haar, gek. Dat gaat er nooit meer uit. Oh. Schrijft het haar in 2 delen. Oh, wacht. We doen het gewoon overal, toch? We doen het gewoon niet poesie. Oké. Doe niet tijger als je poesie bent. Doe niet tijger als je poesie bent. Oh, je gaat meteen beginnen ook. Ja, tuurlijk. Je zegt helemaal niet van hier komt het. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Gaat ze in masseren. Oké. Het is net alsof er een rode vogel op je hoofd gekakt heeft. Weet je, je hebt het ook niet aardig. Een kakje. In 1 keer mijn hoofd naar voren. Zo! Oh my god, alsof ik spaghetti saus in mijn haar heb. Oh, dit is echt vreselijk. Ja? Wow! Dit is echt vreselijk. Oh my god. Zo, dit is heftig. Ik heb nog meer. Meer? Dave vindt het altijd wel leuk hoor. Zo hé. Ik wil eigenlijk kapster worden, maar ik ben te onhandig voor kapster. Ja, en dan oefen je het maar uit op mij. Ja. Mag je toch nog een beetje kapster zijn. Dit is echt heel erg heftig oranje zeg. In de tube zag het er toch iets anders uit. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel echt super fijn om zo gewoon lekker hier te zitten en dat iemand dan zo lekker je hoofd eigenlijk als het ware masseert. Want dat ben je een beetje aan het doen. Je geeft mij gewoon een hoofdmassage, maar dan met een kleur. Een hele vieze kleur. Lijkt net of ik iemand heb geholpen bij een bevalling. Ah, thee! Ja, kom maar. Daar komt de moederkoek. Daar moet ik altijd aan denken als ik eierkoek eet, moederkoek. Ja, toen zei dat heel vaak, gebruikte hij dat als grapje en toen liet ik een keer zien hoe moederkoek eruit zag. En toen gebruikte ik die grap nooit meer. Moederkoek ziet er niet lekker uit. Mensen eten dat op, hè? Ja, heel raar, vind ik. Een soort bijgeloof is dat. Ik moet niet te veel op mijn hoofd uitsmeren. Nee, ik doe mijn best. Want ik maar voel echt de hele tijd mijn oren al. Wow, kijk dan. Ja, maar mijn hele oren is oranje. Het gaat wel weg. Dat gaat wel weg. Kom maar. Ik krijg gewoon oranje oren gratis erbij. Het is all free. Bij Capsalon D. Als jullie was, zou ik nooit naar Capsalon D gaan. Nou, ik kan het ook wel even voor je knippen zo. Nee. Hoe lang moet het er dan in?
Hebben we nog geen eens naar gekeken, we smeren gewoon. 20 tot 30 minuten voor het beste resultaat. Wow, het is nu echt heel erg heftig. Ik ben benieuwd hoe het straks is als ik het uit ga spoelen. Je hebt echt heel erg veel gemorst, schat. Moet ik het weghalen? Ja, ik denk het wel, want als dit 20, 30 minuten op mijn huid blijft zitten, dan loop ik met die oranje vlekken. Okay. 20 tot 30 minuten, zei je toch, lieve? Oké. Okay. Nee, dat gaan we niet doen, kom hier. Ben je helemaal besodemieterd? Idioot. Dat vindt ze dan weer niet leuk, hoor. Nee, dit is wel een grens. Dit kan je niet verbergen onder die pet van je. Kom hier. Oh, pas op, voor mijn ogen. Ja, kijk even omhoog dan. Ja, nou zit het er nog een heel klein beetje in. Dan krijg je van die half oranje wenkbrauwen. Gek. Ja, maar dat past toch mooi bij mijn haar? Nee. Jammer, ik heb het geprobeerd, mensen. Maar oranje wenkbrauwen zitten er niet in. Mijn haar zit ook helemaal niet in model. Je hebt gewoon crisscross door elkaar. Ja, maar dat is belangrijk voor het intrekproces. Oh ja. Kijk dan, helemaal in mijn nek heb ik het ook. Niet zo aanstellen, meneer. Ik ga een klacht indienen en ik ga een hele slechte review schrijven op Capsalon D. Doe ik dat ook op msknol.nl. Oh. Je hebt toch al iets aan, doe even je haar naar achter. Mijn haar naar achter? Ja. Nou, zo. Ik ben heel, heel, heel erg benieuwd. Laten we over 30 minuutjes elkaar weer even zien, oké? Hoppa, wij zijn er klaar voor. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Klaar voor? Ja. Ja? Wow. Komt allemaal oranje soep uit je haar. Wow. Lang leven oranje. Woe. Het vrouwenvoetbal. Holland, hup. Laat de leeuwin niet in je ving staan. Kijk naar het bad, joh. Oh my god. Het lijkt wel die badbal die we vorige week hadden. Oh, inderdaad. Ik denk dat je met je hand er doorheen moet. Alleen in dit bad wil je niet lekker gaan liggen. Nee, dat die stinkt. Van vorige week wel. Goed je nek ook doen, hoor. Je haar voelt wel meteen anders. Ja. Oh. Wat? Heb je het in je oog? Heb je het in je oog? Heb je het in je oog? Gadverdamme. Vies. Oké, dan gaan we weer. Volgens mij is het er aardig uit, want ik zie alleen nog maar wit water van je hoofd opkomen. Rapapa, rapapa, rapapa. Oké, okay. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, daar komt hij, ja? Ja. 1, 2. Dit is heftig. Oh my god. Dit is echt heel heftig. Oh my god, dit is zo heftig. Ik ben blij dat het over 2 weken weer weg is. Wow. Maar het is echt weer in die blonde plukjes gaan zitten. Ja, het gaat niet in de rest van haar. Nou, een beetje gloed. Ja, het heeft een rode gloed, maar hier bij die blonde plukjes. Zo, dit is gewoon vurig oranje. Ja, echt ziek. Oh my god. Ja, dit is mijn nieuwe kapsel. Hiermee moet ik het doen. Lachen, man. Yeah. Moet je ook dit plukje kijken hier zo. Zie je dat? Het is echt on fire gewoon. This girl is on fire. Je zingt de hele avond van niks anders. Ja, ik ben ook on fire. Je bent alleen geen girl. Nee, dat is waar. Oh. Ja, dan komt het al. Gapen, dat betekent slapen. Ja? Yeah. Denk ik. Vanaf nu. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Of dat rode Nee. We doen dat blauwe duimpje omhoog. Laten we dat maar doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden op dat rode knopje. En hopelijk check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.